Ja, ik heb 10 jaar in mijn, van mijn leven vastgezeten. Komt allemaal door de drugshandel en shit. Maar ja, ik ben blij dat ik daar vanaf ben. En als je geen adres hebt of nergens kan slapen en zo, dan kun je sowieso niet aan het werk. Want ja, je moet toch een plek hebben waar je slaapt en waar je ja, je dingen doet. En het is heel moeilijk om aan een baan te komen. Ik ben zelfs aan de drugs geweest. Ik ben harddrugs heb ik gebruikt. Ik heb alcohol gebruikt. Heel veel natuurlijk. En ik ben zelfs 25 jaar lang ben ik aan de wiet geweest. En ik ben gelukkig nu 3 maanden ook daarmee gekapt. Dus ik doe helemaal niks. Het enige wat ik nog doe is een check hier roken. En voor de rest doe ik helemaal niks. Ja, ik wil toch straks gewoon mijn kinderen bij me hebben en gewoon aan het werk kunnen gaan. Is dat goed zo? Ja. Ik werk voor Fusiet, ik begeleid jongens, reïntegratie en eigenlijk gewoon een dagbesteding. Dus ik doe eigenlijk van alles. Opknappen van huisjes, groenvoorziening, verhuisklusjes. Ik haal de jongens dan ook bij de opvang. Dus vooral als ze geen vervoer hebben of dat het lastig is. Want de jongens hebben geen auto, hebben eigenlijk geen vervoer. En om lopend door heel Leiden heen te gaan, is voor menigheid wel een beetje lastig, zeg maar. Dan rijd ik naar de klus toe, doen we een bakje koffie, roken we. Gaan we overleggen van wat we eigenlijk gaan doen. Ja, hij is gewoon de hele dag zelf bezig met ons. Dus ja. En dat is ook fijn natuurlijk. Ja, dus het lijkt net of die eentje van ons is eigenlijk. Ja. Veel praten met ze, veel luisteren, kijken of je samen met hun tot een oplossing kan komen. Ik ga mee met gesprekken, ik bel voor ze als het nodig is. Als ze met moeilijkheden komen, met brieven die ze hebben waar ze niks van begrijpen, dan bel ik of dan leg ik ze uit hoe het werkt. Ik vind het gewoon fijn om bij hem te zijn. Ik zou eigenlijk niet bij een andere groep willen horen. Ik zit al een tijdje bij hem en ja, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Ik ook niet. Ja, Robert helpt me met alles eigenlijk. Ik ben gewoon bezig de hele dag. Ik hang met niemand meer rond. Niemand heeft mijn telefoonnummer, niemand die me belt. Ik ben gewoon van alles af. En als je hier bezig bent en zo, ja, dan je wilt toch... Je wilt toch ritme in je leven, je wilt toch niet meer aan die shit gaan of drugs of... Kijk, ik heb altijd in mijn leven gehozend en zo. Ik heb altijd drugs verkocht de hele dag. En ik ben blij dat ik daar vanaf heb. Ik vind gewoon dat het heel goed met mij gaat. Ik ben een heel andere mens geworden dan ik hier voorheen was. Ik ben de hele dag bezig met Rob en zo. En wat ik echt zou willen doen, wat me leuk lijkt, is met jongeren werken natuurlijk. Dat zou ik echt leuk vinden om te doen. Dat ik jongeren gewoon op de goede pad kan helpen. Het gaat lekker. Ja, het gaat toch lekker zelfs. Ja. Zelf houden natuurlijk. Ja, dag. Ja. Toch? Ja, zet op. Ja.